Ik ben enthousiast over online koffie met de ambassadeur en heb met veel plezier meegewerkt. Ik doe mee omdat het een laagdrempelige manier is om heel direct en persoonlijk kennis te maken met een ondernemer en te zien hoe we haar kunnen ondersteunen. Ik had mijn gesprek met Melanie Riebak, een cyberveiligheid en IT-expert. En wat mij het meest opviel aan mijn gesprek met haar is de bevlogenheid en de ambitie waarmee zij zich inzet voor haar visie. Ze ziet kans om in het buitenland, onder meer hier in de Verenigde Staten, zakelijk net zo succesvol te worden als ze is in Nederland. In het gesprek bleek al snel dat ze daarbij hulp kon gebruiken. Ik sprak met haar af dat we ons netwerk in zullen zetten om haar aan de juiste partijen in de VS te verbinden. Voor mij een sprekend voorbeeld van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ons postennet voor Nederland. The RVO invited me to drink a virtual cup of coffee with the ambassadors of Washington DC and Iceland. It was an extremely valuable experience for me. They made all kinds of connections for me with companies and also with educational institutions in their respective countries. I would really highly recommend that any females who are thinking of doing business abroad would contact the RVO and also participate in this valuable program. Omdat je in aanraking komt met interessante mensen, met interessante ondernemers en omdat je echt het gevoel hebt dat het aan een behoefte voldoet. Ik het belangrijk vind dat ook vrouwelijke ondernemers gebruik maken van de diensten die onze posten kunnen leveren en ik hoop ook daarmee meer bekendheid te krijgen over wat wij voor ze kunnen betekenen. Dat Lotte Leufkens van Cloud Cuddle heel goed voorbereid was, een aantal dingen zelf al had uitgezocht, maar heel erg open stond voor onze adviezen. Niet alleen over de administratieve dingen waar je in Duitsland mee rekening mee moet houden, maar ook met wat meer culturele dingen die we soms over het hoofd zien. Hi, ik ben Lotte, de oprichter van Cloud Cuddle en ik deed mee met het nieuwe initiatief Online Koffie met Ambassadeur, omdat wij druk bezig zijn met onze exportplannen naar Duitsland. Ik heb er ontzettend veel aan gehad, omdat wij op deze manier konden toetsen aan iemand die eigenlijk het dichtst bij de handel tussen Nederland en Duitsland staat, wat hij van onze verkoop- en exportstrategie vond. Ik zou dan ook alle vrouwelijke ondernemers aanraden om hier aan mee te doen, omdat je nu een gesprek aan kan met degene die eigenlijk op dat moment actueel het meest verbonden is tussen de handel tussen Nederland en het land van jou naar keuze. Dus doe vooral mee en schrijf hiervoor in.